werden altijd in mijn dromen. Daar werd de kiem van mijn heimwee geplant. Nooit vind ik rust tot ik eens weer zal komen in Leeuwarden, hart van dit mooie Friesland. Goedenavond, kijkers. Goedemorgen, luisteraars. De eerste keer het nieuwe jaar, hè? Een open uitzending van ons programma Leeuwarden Toon. We hopen weer een mooie serie te maken, hoor, dit jaar. Ook, maar iedereen maar de beste wensen. Gelukkig nieuwjaar. Zet hem op. Dankjewel. En ja, we zijn alweer bijna 9 dagen in het nieuwe jaar. Ja, het is maar het kan weer. Nog net. Ja, het kan nog net. We hebben hier aan tafel 2 heren zitten. Jesse Jan, wie ben dat? Nou, daar zitten hier Klaas Bakker en Bart Grijdanus. En die zitten hier niet zomaar, want het zijn beide heren met een roemrijk slagersverleden. Aha. En vanwege die slagers achter, even denken hoor, Klaas, douwsast in de Sint-Jacobstraat. Ja. Bakker, uw slager, de gevleugelde kreet. Ja. Hij is er, die zoon zit er nog in. Ja. Maar Bart, waar gaat jou die zaak? Ik had mijn slagerij op het Willem-Alexanderplein in het winkelcentrum Nederland. Ja. Vanaf het begin dat we... Nou, nee, daarvoor, voordat ik erin kwam, het mijn omke daarvan, van de oprichting af, het die daar zitten. Ja. En dat heb ik dus op een gegeven moment, toen die stopt is, heb ik dat een, overnomen. Ja, ja, maar nou, misschien niet verkeerd als die microfoon zo een beetje aan duwt. Nou, zeg maar even. Dan kan de luisteraars het dus ook even horen. Dan denk ik dat Mimouk ook nog wel bij de einde zaak geweest is. Maar goed, dat weet ik niet precies, want toen was ik de deuren luid. Maar de reden, Ad, dat de man hier zit, hè? Ja, dat is de Leeuwarder Slagersvereniging. Ja. We hebben dus vorig jaar in de Leeuwarder Krant, was ergens in november, een stukje lezen over die vereniging die ging eraan. Die opheven. Zichzelf opheffen, wil ik geloven. Ja. En dan verdoor je niet eens 100 jaar, wacht op het 100 jaar bestaan. Want ze bestaan maar 90. Klaas, hoe komt dat? Waarom moet je hem nou... Nou, hij heeft 90 jaar hem erover deen en de laatste 10 jaar keer er niet meer bij. Nee, nou dat komt ook door het aantal slagersbedrijven de laatste 15 jaar hard teruggelopen is. Ja. En ja, de jongens die er nog over zijn, die collega's, die hebben allemaal een... Ja, een andere drive die hebben, die zijn lid van de keur, die zijn lid van de top, die zijn Fries ambachtelijke slager. Ja. En dat had je vroeger ook wel, Bart was topslager, ik was ook Fries ambachtelijke slager. Hij straalt het nog uit. Ja, maar we hadden toch als Leeuwarden slagers, overkoepelende orgaan, dan deed iedereen die pet af om zo maar te zeggen, en we waren Leeuwarden slagers, en daar gaan we voor. Nog even voor de jongeren onder ons, toen Stouw begon als slager, hoeveel... Hoeveel slagers hadden we toen in Leeuwarden? Nou, ongeveer, ik denk 65, 68 toen. Alsjeblieft. En wanneer was dat, Klaas? Wanneer was dat begonnen? In 60. In 60. En heb je 60. Toen heeft dat de zaak van die vader? Van mijn vader overnomen. Ja. Ja. En nu zijn er nog? Hoeveel zouden er 7. Nou wezen? 7. Bart, wees dat er? Er zijn nou nog ongeveer een 6, 7 nog. Dat is wel... Ja, het is ook allemaal de supermarkten komen. Terwijl er veel meer mensen wonen. Ja, dat zijn ze al. Er wonen veel meer mensen. Ja, kijk, ons vak is uitgehold, om zo maar te zeggen. Hè? De supermarkt brengt maar vlees. Maar die brengt een hele grote stuk gehakt. Oh, enkele foto's. En dan een stukje varkensvlees. En dan weer een stuk kip. En dan is het eigenlijk over. Hè? Dan heb je dan een klein stukje sucade. En dan liggen een paar carbonaatjes. En voor de rest is het wat snitselboel en vluchtklaardingen. Ik merk wel het mooie van het vak. Nou, de hakkenbal niet bij... Maar dan draait je de keuken zelf. Gelukkig nog wel. Maar sorry, wij moeten dus even... Jullie zitten hier vooral vanwege die Leeuwarden Slagersvereniging. LSV. En dan moet je natuurlijk terug naar het begin. En dan moet je je afvragen... Dat weten wij niet, wij waren niet. Jum ook niet trouwens. Nee. Maar waarom hebben Jum voorouders 90 jaar geleden zei... er moet een Leeuwarden Slagersvereniging komen? Nou, punt 1. In die tijd, in 1918, werd er nog een huis geslacht. De slagers die er waren hier in Leeuwarden en omstreken ongeveer 100. Ja. Dat was hygiënisch gezien niet zo geweldig allemaal. Nee. Was dat nog de periode dat de koeien nog aan touw door de straat... Ja, zeker. Ja? Is dat er nog wel met Mark Bart?
Nou ja, ik ben wel van... Nou ja, als jongen misschien. Ah, ja, wel. Ja. 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 Nee, maar ik heb het nog niet zo lang geleden, toch? Even kijken, nou laat ik zeggen... Rond 1980, ja. Toen woonde ik in Dokkum. Ja. Toen had je er nog een slager, Jens Kingma, en die slachtte nog steeds thuis. Ja. En die koe die liep dwars door de winkelstraat van Dokkum, ja. Bij de Hema voorlangs. En dan ging hij met en werd het kinders erachteraan, want die wilden wel even zien hoe dat ging. Ja. Wat jongen, ik ben de koos. Ja. 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 Nou, meestal een mooie krans om, hè? Ja. Als het maar tegen Pasen was, dan had je dus echt paasfeest dat toos. Ja. Dan had je superbeesten. Nou ja, ik heb en ook daar, wel... Ja, in die periode zijn ze eigenlijk begonnen. Ja. Ze zeiden van, er moet wat meer georganiseerd worden. Het was een los zaakje allemaal. Iedereen deed wat. We hadden in Friesland ook nog een slachtersvereniging. En die is nog een jaar eerder opgericht als de Leeuwarden Slagers. Ja. Ja, die... Maar dan zei het, iedereen deed wat. En natuurlijk, iedereen doet zijn eigen zaak. Maar wat moest dan beter georganiseerd worden? Nou, naar de gemeente toe. Vergunningen. Het ging altijd over prijs, je moest altijd veel betalen, hè, voor het slachten. Oh, je moest per slachting moest je betalen? Keuren moest je betalen en nou, dat soort dingen. En dan moest de gemeente had dan keurmeesters in dienst, die daar bij die slagers langs gingen? Ja, die keurden aan huis. Ja, juist. Daar werd eerst levend gekeurd en dan als je geslacht was, kwamen ze de volgende avond weer keuren als je goedgekeurd was. Dus dat kostte geld. Ja. Nou ja, en in die tijd werd er weinig verdiend, dus hoe meer... Grote concurrentie verzelfde. Ja, ook dat, maar ook de tijd was slecht. Mensen hadden in 1418, dat was natuurlijk een hele slechte periode. Ja. Crisisperiode. Nou, toen zijn heel veel, is er heel veel vergaderen over dit soort dingen. En in 1932, toen was de gemeente zo ver heen, die zei... En we richten hier een openbaar slachthuis op en daar slachten alle Leeuwarden slagers... Aan blok. Oh, dus dat is van de gemeente gekomen? Dat is van de gemeente gekomen. Oh, en waar stond het slachthuis? Dat stond aan de Sneekertrekweg. Oh, waar later braden. Waar een later braden opricht is. Ja. Maar dan gingen jou aan slagen dus zelf nog te slachten? Ja, mijn vader. Ja. Het was niet zo dat ze toen al slachters hadden die alleen maar slachten en verder geen winkel hadden. Nee. Die waren er toen nog niet. Nee. Mijn vader is in 1933 begonnen. En dan kocht hij met Auke Feitsme, samen kochten ze één koe. En die werd vrijdag gekocht en die werd maandags samen geslacht. En ze verdeelden hem gewoon elke helft. Dus dan gingen ze vrijdags naar de veemeet? Ja, ging één van beiden naar de markt. En waar werd die koe dan zo lang geparkeerd? Op het slachten. Er stonden stalletjes. Er stond een stal, had een hele grote stal. Daar kon je de beesten neerzetten in een kleine vergoeding. En wie ging dan die beesten melken dan? Dat was zo, daar was altijd liefhebbers voor. Zaterdag, dat kostte niks. Dan kon je gratis melken. Oh, ze. En die verkochten dat weer. Ja. Dus wij horen dat in bezoek wel van. Er waren wel van die hotels in een lange marktstraat. Ja. Die hadden ook van die faciliteiten dat het vee daar stalkeren kon. Piet Klopma. Ja. Daarachter had je ook stal. Ja. Ja. Dus dat weet ik zelf nog, die heb ik wel gezien. Ja. Ja, hè? Dus, maar niet dat er vee stond, wel? Niet dat er vee stond, wel die stal hebben gezien. Dat is waar, dat weet ik ook wel. Ja. Dus je, en dan ging die vader maandags... Met Auke Feitsma, morgens vroeg naar het slachthuis, om 7 uur denk ik, of 6, dat weet ik niet hoe vroeger ze waren. Nee. En dan slachten ze die koe samen. En dan werd hij al op dezelfde dag ook gekeurd weer. Dus eerst levend keuren en dan, geslacht keuren. Ja. En dan kon je hem de volgende dag kon je hem verdelen en dan kreeg ieder de helft. De ene week had de ene de staat en de andere week had de andere de staat. Oh, en hier hangt zo'n helft, Klaas? Ja, dit is een... Zal ik hem even omhoog houden voor de... Dit is een etalagefoto, dat deed men toch veel vroeger. Ja, een wedstrijd. Onder elkaar. En dan kocht men een hele beste koe. Een heel zwaar vark, je kunt wel zien. Het spek van 10 centimeter. En daar stonden dan van die blauwe stempels op. Ja. 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 Als het rood was, was het niet goed. Nee, dan lag het ook niet in de winkel. Nee, maar hij lag niet in de winkel. Hij weet alles van die etalagewedstrijden, want hij moest zelf ook nog wel eens conserveblikjes stapelen. Ja, nou, dat was wij deden dat ook. Ja, groenteboeren hadden dat ook. Ja, zeker. In die periode. Dat was, elke 2 jaar was daar of 3 jaar was daar een wedstrijd. Ja. Maar dan ging die vader, die had toen nog een bakfiets, denk ik. Een transportfiets met een korf voorop. Ja. En dan bracht je spul naar de Jacobstraat? Nee, in Exenstraat. Daar is hij begonnen. Oh ja, dat is toen, Hij is in 1933 in Exenstraat begonnen.
was allemaal nog weiland erachter in de Leeuwerikstraat, Beethovenstraat, Schrikhek, was het over. Ja, en stond midden in de groene rijden. Nou, die had in dat hoekje had je dus een stuk of 5, 6 slagers. Sure. Elk hoekje had een slager, of een kruidenier of een groenteboer. Ja. Zo ja, was het voor in die tijd. Wat ik heb wel eens gehoord dat voor de oorlog in de Breedstraat wel 11 slagers zouden. Ja. Ja. Van begin tot eind. Ja. Ja. En de Hoogstraat was ook zo'n slagerstraatje of niet? Ja, Hoogstraat ook. Ja. Kleine Hoogstraat zaten 3. Kleine Hoogstraat, 3? Ja, 3. Ja. Dat is nagaan. Ja, zo'n grote Kerkstraat zaten nog een paar. Ja. Ja, en dan had je dus de Slotmakerstraat met een stuk of 3. Ja. En daarachter die Sacramentstraat. Ja, allemaal Jodenslagers daar. Die waren ook lid van de Leeuwenslagersvereniging? Nee, 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 niet allemaal. Er waren wel lid van, maar die waren niet allemaal lid van de vereniging. Maar zie, die hadden natuurlijk weer het rituele slachten. Ja, ja, het kosher slachten. We hebben dus volgens mij wel Joden erbij gehad in die periode. Want er is ook een Jodenslager geweest op een voorstreek. Ik meen dat het Weimar was. En die zat er naast de centrale apotheek. Ja. Daar heeft ook een slagerij ja, gezeten. Ja, daar zijn nog wel foto's van. Ja, en die is ook voorzitter van onze vereniging geweest. En die is ook voorzitter van de landelijke vereniging geweest, zo, van de Slagersbond. Bij dat pand waar Klaas het over had, dat vind ik zo mooi. Ik kan nog zien dat daar vroeger boven de deur zijn koeienkop zitten had. Ja. Zo'n rondje? Ja. Ja. Ja, zo'n half rondje. En die koeienkop weet er ook nog steeds. Ja, die moet er wezen. Ja. Maar goed, dus we gaan even terug naar het opstarten van die vereniging. Die was dus onder andere bedoeld, een soort overleg. Ja, overleg. Ook nou ja, naar de regering toen kwamen steeds meer eisen. Ja. En naar de gemeente toe. Vestigingseisen, de gemeente. Met één stem gewoon naar de overheid treden. Alleen heb je niks te vertellen. Nee, kom je met 50 alles. Man, dan wordt er naar je geluisterd. Ja, ze binnen ook de inkoopcombinaties ontstaan en noem maar op. Nou, zo heeft ook de Leeuwarden Slagersvereniging ook een inkoopcombinatie gehad. Ja. Oh ja, tuurlijk. Ja. En waar vergaderen de man? Best ja, dat... Gaan ze een clubhuis? Of, Nee, heel vaak bij Amicitia. En we hebben heel vaak bij Buis gezeten. De hoek van de Prins Hendrikstraat. Prins Hendrikstraat is een klein zaaltje, zoals dat. Oh. Nou ja, toen ik dan nog jong was, dus ik een jaar of 18, dan ging ik daarheen en ik rookte toen al niet. Ik heb nooit gerookt. Maar dan rookten ze allemaal sigaren daar. We kregen naar rookvlees. Maar 10 uur dan had ik pindhoofd. Dus dat was niet zo geweldig. Nee. En waar is dit dan, Klaas? Want hier werd ook vergaderd. Ja, dit is bij de opening van het... Ik zal hem even omhoog houden. Ja. Dat liet mij daar dat. Openen wij als slagers, de groep waar ik dan bij hoor en Bart. Dan openen wij het in de Frieslandhal. Nou, de jaarbeurs. Ja. Ja, 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 daar ja. hadden wij de opening van. En dit is Eigelaar, de wethouder van Leeuwarden. Ja. En we hebben die man toen gewogen. Die was toen 88 kilo. Mooi. En die man die moesten wij dus uitbetalen in vleeswaren. Oh. Dat is deze foto. Die kwam er even achter. En dit. Dus die ging met een wagonlading boterhamworst naar huis. Nou, beter spul. Ja. En dit is aangeboden aan de Terp. Dit was de directrice van de Terp. Mevrouw Kunst. Nou, Eigelaar die kiekt skalks in. Ja, hij kreeg ook wel wat mee in het mandje. Ja, hoor, dus hij ging niet voorbij. Nee. Nee. Dus dat was in die periode. Nou, leuk. Maar goed, dan hebben we wel weer... Hij overhandigd wat hij kreeg, een grote schaal met dan zitten we toch in de kleurenfoto. Nou, je ziet hem denken, hier ken ik met thuis komen. Ja, dat was zeker. Ja. Of het de worst even met de BMW-vergadering heeft gedeeld. Nou, daar weet ik niet wat ik mee gedaan heb. Maar dat geeft toch niks? Nee, dat maar nou moet je in zijn... Zijn ploeg ook een voorzitter hebben. Ja. Dat is heel belangrijk natuurlijk. Hè? Ja. Hoe ging dat? Hoe werd die gekozen? Stemmen. Stemmen. Ja, met briefjes. Met briefjes. Je kon je kandidaat stellen? Dat kon wel. Ik wist daar nog steeds niet bij. Er was niemand te vinden. Nee, hè? Zo gaat het in elke vereniging. Het probleem heel altijd. Ja. Klaas is steeds weer opnieuw als voorzitter gekozen. Meestal met de algemene stem. Ja. Hoe lang ben je toch voorzitter, Klaas? Nou, in 72 ben ik in het bestuur terechtgekomen. Ja. En ik ben in 75 voorzitter geworden. Dus een beetje 33 jaar voorzitter. Ja. Van de 90. Ja. Dus, dus er zijn ook eigenlijk maar 4 voorzitters in die 90 jaar geweest. 4 of 5. Ik heb dat niet allemaal juist gespit helemaal. Hoeveel heeft dat ervan metmaakt? Ik heb Hammersma meegemaakt.
En meer niet. Dus één eigenlijk maar. Ja. Mm. En toen kwam hij bij mij. Ik zei, dat kan ik helemaal niet. Hij zei, dat kan jij wel. Nou, ja, tuurlijk. Dus ja, het is gelukt. Een hebben. Het is gelukt. Ja. Alleen het ging wel heel anders. We hebben er veel meer een vereniging gemaakt met activiteiten. En toen was meer een... Ja, een vergadervereniging, laat ik zo zeggen. Ja, hadden ze dat niet? Ik kan me nog herinneren van de Groenteboeren. Die hadden een geweldige feestavond één keer per jaar. Kijk, dat was wat anders. Dat had je ook. Geweldige feestavonden. Dan gaan we zo even op praten. Okay. Want ik kreeg net een seintje dat we eerst even naar het muziekje moeten. Ja, goed. Ik heb ook dat briefje geschreven. Mark Anthony met Radio Edit. Nou, verras ons eens. Ik denk, hij kan er moeilijk een eind aan maken, maar ja. We hebben toch de finish bereikt. En nou kon ik het ook wel, nou ik dat hoor trouwens. We gaan weer even deur over die Leeuwarden Slagersvereniging. Die helaas, de laatste voorzitter is tevens degene die zei van... Ja. Ik wil echt als laatste de boeken ingaan. Dus dat doen ze het licht uit. Ja, dat is echt het licht is nu uit. Ja. De kast is ook leeg, dus we moeten echt op. 31 december, we hebben het feest. We hebben het feest al gehad. Wij hebben elk jaar in november, want december is voor de slager een hele slechte periode om feesten te vieren. Ja, natuurlijk. En veel te druk. Dus het werd altijd iets naar voren gehaald. Laatste week van november hadden wij altijd feesten. Ja. Maar is de club per 1 januari 2000 jongsleden opgehouden. Opgehouden. Ja, we zijn nu echt opgehouden. Ja. Dit was de laatste vergadering die wij als vereniging hadden en we zijn opgeheven. Maar hoor, wat hier nou voor foto's? Heeft dit te maken met die feesten? Of is dit een opleidingskamp? Nee, dit zijn allemaal... Ik zal hem even zien laten. Dit zijn allemaal feesten. Dit is bij Klop en Lange Marktstraat. Daar hebben we ook feesten gehad. Ja. En we hebben vaak feesten gehad toen wij heel jong waren. 14, 15 jaar, 16.
in de Groene Weide. Met Tedman, de Vries, jarig. Ja, ik dacht en, dat die Tedman is jarig. Dat is ja, nee, en de Sabringo's en dat soort mensen. We hebben ook bij de Sabringo op de Groninger Straatweg feest gehad. Ja, oh. Dan in het café was dat of zo. Hotel de Bleek? Nee, waar dit pompstation had je zo'n uitbouwsel op de straat. Ja. En daar hebben we ook verschillende keren een grote feest gehad. Ja. Maar waarom staan al die kinderen en mensen hier verkleed met die muskens op? Nou, ik denk dat we toen een actie hebben gehad. Dat is, dit is in 47, 48 geweest. Met de introductie van de rookworst. Toen hebben we onze vleeswagen helemaal aangekleed met boerenkool. Introductie, waarom vroeger voor de oorlog in rookworst? Ja, maar toen was het alles van de Bon. Zo'n beetje. Ja. Toen kwam het van de Bon en dat was weer royaal te koop. En wij wouden dus toch tegen de fabrieksrookworst aan. Oh. En die waren er al wel toen? Ja hoor. Ja, ja. Zo, Unox. Unox waren er vroeg bij. Ja, maar ik had me nog. Ik had een oom die werkte in Zwanenberg. Bij Zwanenberg. Och, daar ben ik eens geweest. Nou, als het over een lopende band een varkensslachterij is. Nou, dus dat was. Het hekkersjonkje wel eens keken. Ja, nou, dus daar is dit allemaal van. Daar hebben we meegelopen in die avond. Ja, door de stad. En ook met fakkels en dat spul. Een hele optocht. En daarna was dan een happening bij Klopma. Ja. En Bart, daar was er wel bij die feestavonden? Nee, want ik ben eigenlijk maar kort in Leeuwarden dus eigenlijk zelfstandigslager geweest. Oh, ja, dus dat kort, is niet 20, kan, nee. 20 jaar. Nee. Nou, maar dan kun je er wel eens een feestavond toe, wat zo nou beleven. Jawel, maar die ben van een veel eerdere datum. Ja. Die ben van de 50, 60 jaar. Dus dat was al, er werd al niet meer feesten toestaan een keer hier. Jawel, ja, maar hoe werd je slager? Klaas, die had natuurlijk geluk, zijn vader had de slachterij. En nou, die kon de zaak overnemen. Ik kom ook uit de slagersfamilie hoor. Ja? Ja. Mijn paker die was slager in Deinem. Ah, hou even. En mijn vader is als jonge slagersfan naar Balsworth gegaan. En die heeft daar dus eerst in loondienst en later als zelfstandig slager dus werkt. Gingen jou dan maar ergens naartoe waar toevallig een vacature was? Stond er een advertentie in de krant? Nou, het was ook wel eens omdat je dus voor je vakopleiding dus een andere baas hebben moest, want ik heb dus de vooropleiding bij mijn vader gehad. Ik woon thuis in Walsert en toen op een gegeven ogenblik moest ik het slachten leren. En wij slachten toen niet meer aan huis. Nee. En maar toen, daar is het nog wel leerd dus. Toen ben ik, moest je voor je vakdiploma's, moest je dus slachten. Ja. Moest het slachtexamen doen. Dus eerst die koe, dat dingje op een kop. En, ja, nou dat wil dan een ander ook nog wel voor je doen. Maar je moet hem daar wel dus verder dus met elkaar dus helemaal slachten. Want wanneer, slachten. Is het dan, wanneer was het dan zover dat het uitbesteed werd, het echte slachten. Dat dus niet meer gebeurde door de slager zelf, maar door de slagerij. Nou, het begon in die 60, 70 jaren al. Hier in Leeuwarden, Leeuwarden was het veel eerder. Omdat ze hier dus een slachthuis hadden. Ja. Maar daar zijn ze door het stoeleerd. Ja, was vroeger verplicht voor je half diploma en dan kon je niet eens een zaak beginnen. Ja. Nou, maar zo'n half koe dus. Ja, nee. Maar dan heb je volledig diploma halen. Hij is niet daadwerkelijk echt. Ik heb daadwerkelijk geslacht, ik heb ze de keel uitgesneden. Ja, om het te leren. Maar daarna ook nog toen ze zaak had. Nee. Dat, kijk, toen in die periode, toen waren er al loonslagers. Ja. Hè, een groepje van man of 12, 13. En die slachten voor jou, en dat kostte 25 gulden. En dan slachten ze jouw koe. Oh. Zo ging dat. En dan kon je zelf niet voor erheen. Hoe krijg je dat thuis? Als halve koe en je moet dezelfde rest maar doen? Ja. In vieren. Voorvoeten, achtervoeten. Ja. Maar nou herinner ik mij vroeger, dan kwam er zo'n auto en die man had zo'n ding op een kop en zo'n ding over het schouder. En dan kwam er zo'n halve koe, die kwam eruit en die brachten ze er bij hem thuis. Ja. Nou ja. En die waren dan van slachthuis, die man? Nee. Wij als vereniging hebben ook in die periode, ging dat allemaal heel moeilijk. Want toen zat je nog met de handkar. Werd er nog vlees bezorgd, maar we hebben als vereniging toen een auto gekocht. Leeuwarden Slagersvereniging. Gezamenlijk bezit. Ja, die was van ons. En wij moesten ook de chauffeurs betalen die erop reden. En dat waren de vleesrijders, dat noemden wij die mensen. De vleesrijders, ja. En die brachten bij elke collega die lid was van een vereniging het vlees.
tegen een vergoeding van 2 cent een kilo of zo. En dat werd een beetje geschat. Ja. Oh, die mannen waren niet in dienst van de vereniging? Die waren in dienst van de vereniging, maar wij moesten dan als slager weer terugbetalen aan de vereniging. Ja. Dus je kreeg op het eind van de maand kreeg een rekening. Zoveel kilo vlees gehad, bezorgd. En dan moest je dat betalen aan de vereniging. En kreeg je toch elke keer hetzelfde? Nou, ik eigenlijk wel, want ik had een vrij constante omzet. Ja. Maar er waren, ik weet ook al vijf, maar nou zo een, die dat ging wel eens op en neer, heel erg. Dus die zei wel eens een keer, nou doe mij maar een kwart of een... Bij wijze van spreken één beestje, maar het kon ook wezen dat die week erop dat hij 3 koeien had. Ja. En in de herfst altijd, dan zakten die vleesprijzen en dan sloegen de bepaalde mensen in de stad, verschillende collega's, die sloegen op het rom. Dan was het goedkoop. En maar voor je met nuchtere kalfvlees, 10 pond voor een gulden of zo. Precies. Maar toen hadden de mensen nog geen vriezers, volgens mij. Nee. Toen had je eigenlijk niks. Nee. Hadden jullie wel vriezers? Nee. Koelkast. Met echt ijs? Nee, ik heb nooit geen ijs gehad. Mijn vader nog wel, in Exenstraat en in de Sint-Jacobstraat hadden we ook al ijs. Nou, dat zou je op Tuus ook al hard hebben. Dat er van die grote staven ijs gebracht werden. Ja. Ja. En voordat ze elektrisch gewoon koelen. Ja. Ja, maar dat weet ik dus. Daar ben ik eigenlijk een beetje te jong voor om dat. Ik denk ook al. S'avonds brachten ze van een lijn 3 van die grote staven. Van een meter, hè? Een meter lang en die schoven ze onder in die koelkast. Ja. En dan maandens was dat ontdooid. En dan kreeg je weer nieuwe. Zo ging dat. Ja. En dan had je heel veel vocht in je koelkast, terwijl vocht een voedingsbodem is voor bacteriën. Ja, jongen. Dus dat wat je over had, dat zeggen maanden, is niet zo geweldig uit. Nee. Hè? Dat moest dan ook snel weg. En tegen elke prijs. Ja. Hè? Ja. Ik weet nog verhalen van Joodse slagers, die moesten naar vrijdagavond de boel kwijt. En het zijn verhaal die vrijdagavond, want dan begint de Sabbat. Mevrouw Kat heeft mij dit verteld van de apotheek van vroeger. Nieuwstad. Nieuwstad. Ja. Die had dan een bakje, deed die Joodse slager op het schouder. En daar zat dan allerhande in. Dus dan moet je niet vragen wat. Afsnijsels van de hele week van de snijmachine. Nou, die machine sneed niet zo mooi als tegenwoordig. Dus er was heel veel afval. En dan zei ze van, ik zie hem nog lopen in de Breedstraat en in de Sacramentstraat. Verse waar. Een dubbeltje. Ja. He? En dan kregen ze een pond van dat spul. En dan liepen de maden, die slager over de rug. Dat was wel vers. Dus dat was wel vers. Later heette dat macaronivlees. Nou, juist. Iets in die trant. Ja. Maar je wil zeggen van, men verkocht alles. Ja. Ja. En er waren ook mensen voor. Ja. Ja. Want als je niet een kwartje hebt, maar wel een dubbeltje, en je wilt toch wat hebben, dan neem je dat. Ja. He? Nou, als dat goed gekookt wordt, zijn die maden dood. Ja. In Afrika eten ze de insecten en maden, en dan is het heel veel eiwitrijk voer. Wees nog van die film, dus, Mondokaan, dat zo'n Afrikaan even in de hand is, een holle boom staat. Grote, glimmende, en gelijk. Ja. Nou, dus... Maar dat heb ik van echt, van die mevrouw heeft me dat verteld. Ik heb het zelf nooit gezien. Mooi die verhaal. Dus dat is echt ook gebeurd. Ja, ja, dat zo. Ja. Ja. Maar goed, en dat waren nou koeien. En varkens werden op dezelfde manier slacht. Ja, er waren ook varkens. Die loonslagers zagen ook de varkens op slachthuis toen. Ja. Maar je had ook nog wel eens, misschien maar corrigeren ze niet zoiets. Nou, meende ik, ons buurman Rustigus toen, hè? Ja. Die had er een auto, die had ook volgens mij een slagerij op Kamstra-buren of zo. Ja. En die hadden dan in Miedem weer een eigen varkensfokkerij. Ja, ja. Waren er meer slagers die zelf beesten ergens bij een boer stald hadden? Of ja, wel, er waren wel verschillende slagers die zelf koeien weiden. Dat was wel. Ja. En die werden dan vaak in het voorjaar gekocht en dan weiden ze de hele zomer op. Hè. Dan kochten ze een afgemolken koe van 2,5, 3 jaar en dan opweiden. En die werden in de herfst weer geslacht. Had je wel je eigen, maar ook wel dat ze in augustus al begonnen te slachten als een wat beter groeide. Dat wel. Ja, ja. Maar zien buitenslagers, buiten Leeuwarden, die hadden dat veel meer. Ja, lucht. Ja. Ja. Maar je moest dus een slager ook een goed timmermans oog hebben, om het zo maar te zeggen, om de goede koeien wel eruit te pikken. Ja. Toch? Ja. Maar tot hoe lang is dat deed, die eigen goed eruit vissen? Nou, tot ik ophield, dus een jaar of 17 terug. Zelf nog steeds op de markt komen? Nee. Ik ging naar het slachthuis, ik heb weinig levende koeien gekocht, altijd geslacht.
Zien in mijn tijd, dat was in 60, toen was dat eigenlijk voor de leeuwerdenslagers was het over. Er waren maar enkele die nog zelf een beestje slachten. Ja, ja. He, dus die echt op de markt kochten, de zeilsters kochten op de markt. En Smit in de Schrans, de paardenslager, die kocht zijn paarden ja, op de Schrans. Paardenslager, ja. Nou, we gaan eerst even. Dus, ja, ja. We gaan eerst weer even naar de muziek, Lars. Goed. In galop. Want, in galop. The Fields of Anthony. En wat het is, Joost mag het weten. Nou, dat horen we zo. By a lonely prison wall, I heard a young girl call. Michael, they are taking you away, for you stole Trevelyan's corn, so the young might see the morn. Now the prison ship lies waiting in the bay. Watch the small free birds fly. Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athenry. By a lonely prison wall, I heard a young man calling. Nothing matters to Mary when you're free. Against the famine and the crown, I rebel, they ran me down. Now you must raise our child with dignity. Low lie the fields of Athenry, where once we watched the small flea birds fly. Our love was on the wing. We had dreams and songs to sing. It's so lonely round the fields of Athenry. By a lonely harbor wall, she watched the last star falling. As the prison ship sailed out again the sky, but she'll wait and hope and pray for love in Botany Bay. But it's so lonely round the fields of Athenry. Nou, het is weg, hè? Het, ja, zeker. Het was, hoe noemde ze dat? Het onbestendige geluiden. Ja. Maar nou, in elk geval was het van een tevreden consument, dacht ik. Yes. Die, dat bij hoop de, ik wel. Ongetwijfeld bij de Leeuwarder ambachtelijke slagerij even zijn gehaktbal gekocht heeft. Maar nog hadden we even over die peren en galop, zullen we even de bierbuurt. Ja. Nou, dat galop, dat werd. Ja, want het, Bart, dat wist je ook wel, want dat is lang in Bos wat zitten. Dus waarom waren er nou speciale perenslagers? Waarom kon dat nou niet gewoon bij de normale slager? Nou, vroeger moest een paardenslager aparte diploma's halen. Anders mocht hij dat vaak niet uitoefenen, een paardenslager. Maar maakt het zo'n verschil uit? Of jou een koe uitbenen of een nou, peert? Ja, het is wel een, wel een ander dier. Ja, ja, zo, ja, dat, ja. En ja, maar je andere technieken. De verwerking en de verwerking en bewerking van paardenvlees is toch anders. Maar was dat duurder of goedkoper als koeienvlees? Goedkoop.
Goedkoop. Werden peren wel fokt voor de slacht? Net als koeien? Nee. Want ik heb wel eens een verhaal gehoord dat mensen zeggen, het vlees van nu, van koeien, rundvlees, dat is lang niet meer hetzelfde als vroeger, maar met peren is het nog wel zo. Ja. Perenvlees kopen, want die beesten die lopen nog steeds in de wei en ja. Dat smaakt nog naar vroeger, zeg maar. Ja. Klopt dat wel een beetje? Dat klopt wel. Maar waarom is dat uitsterven? We hebben het over de verpaarding van het platteland. Nou, wat er voor peren lopen in Friesland. Ja, maar die ben voor een heel ander doel. Die zijn ook niet lekker. Die hebben te veel spieren. Vlees is spieren. Oh. Ja. En een paard die dus draven moet, een drafpaard, is niet eten. Maar wat voor peren werden dan wel slaaf? Want al die peren moesten toch werken als ze nou bij Van Gendel lopen. Die waren zo sterk, daar hadden ze geen last van. Nee. Maar er zat ook vlees op. Ja. Die Belgische knol. Ja. Kijk, die werden vroeger geslacht. Ja. En die paarden die nu geslacht worden, punt 1, ze zijn vaak stokoud. He, want zo lang rijdt men erop. Ja. 15 jaar, 20 jaar rijden ze nog op een paard. Als je daar geslacht wordt, dan is het wel een hele oude bep, om zo maar te zeggen. Dat weten we, dan is het meest frisse in de raaf. Het meest frisse is het er wel af, dus daar zit geen smaak meer in. Of is het zo dat verder de mensen het zielig vinden voor peren? Leven in een generatie dat die meisjes die groeien op met My Little Pony. En dan zegt Moeke vanavond lekker perenbiefstuk. Dan moet je niet op tafel zetten, want dan wordt er niet gegeten. Valt hier wel op. Had wij vroeger, de Sint-Jacobstraat, dat noem ik nog even, dat was de straat waar wij op uitkeken, waar we vaak deur gingen, maar dan ging je naar Slari Gerritsen. Of naar, bij Klaas Bakker, zijn vader, en Klaas zelf thuis. Je kwam met Polier de Jong langs, daar hingen het wild hing gewoon aan rek en buiten tegen Evel aan. Ja, wilde zwijn in deze periode. Ja. Reën. Ja. En die grote hele die beesten met die lange vogels, ganzen. Dit is ook zo'n mooi voorbeeld. Wist dit eens omhoog houden? Ja, dit is een pude. Nou, dit is het mooie. Ja, een pude, maar wat voor pude? Dit is een 25 jaar oud jongen, hoor. Kijk even, 25 jaar oud. 1982, jongen. Dit kengeliek hier de kelder in. Hij stond al verkering toen in 1982. We hebben er maar één. Ja, ik was getrouwd. Maar zie je, dit is dus een prachtig logo met zijn vriendelijke koeienkop. En toch in die afkeurt, jongens. Ja. Nou, dit beest waarom mocht dit niet meer? Nou, het logo is afgekeurd. Ja, het logo is door de consument afgekeurd. Daar kregen we alleen maar commentaar op. Het was te vreed. Messen. Een kop. Ja. Je benen nog een keer uit via messen. Ja. Het ligt wel wat op zo'n zeerover. Maar we willen het niet meer zien. We willen het niet meer weg. En consument wil dit niet meer zien. En deze softwaremaatschappij is dit logo. Nou, let eens op dit prachtige logo wat in deze maatschappij... De Leeuwarder Atletiek Sociëteit. Aanbachtelijke sluis. Aanbachtelijke. Ja, ik vind het niks hoor, maar goed. Drie hakblokjes staan erop. Drie hakblokjes, die ben ik binnen in het geel. Wij hebben, verschillende mensen hebben dus daarover getekend om een nieuw logo voor ons te ontwerpen. Ja. Het heeft heel veel centjes ook nog gekost, want dat is niet zomaar. Nee. Het duizenden guldens gekost hoor. Euro's hoop ik. Ja. Guldens. Guldens. Want hierna kwam dit. Ja. Vrij ja. snel. Toen dit het maar even gedaan. Een jaar of drie misschien. Langer niet. Toen kwam er veel te veel commentaar. Ja. En dan haalde iedereen van de gevel af. Ja. En toen moesten we er anders komen. Ja. Nou, dan is het heel moeilijk om het vak waar je voor staat, dat moet weg. Ja. Hey, dat gele, dat zijn dan hakblokken, maar dat komt niet uit. Nee, zeker niet. Dat is van bovenaf, moet je het zien, dat je zie je drie hakblokken. En dat is ook het enige neutrale erin voor de slager. Want de rest heb je messen en bijl en dat spul. Even scannen, kerst het wel achter op een caravan plakken en dat moet erop. Ze worden bijna antiek, dus er zijn nog een paar, dus voorzichtig daarmee. Ja. Maar Diano, hadden we het erover. Wij zijn softies mensen in al. Wij worden niet meer geconfronteerd met zulke dingen. Nou, maar ik zie het toch nog wel eens bij slagers. Daar staat zo'n manshoog varkentje. Staat buiten te glimlachen. Met de aanbieding van de week erop. Ja, maar plastic of zo. Plastic. Ja, plastic. Ja. Dat is niet aanstootgevend. Nee, hè? Nee. Dat er een half varken aan de haak hangt, dat zie je niet meer. Nee.
Ik weet nog dat in mijn tijd heb ik wel eens een lamskop gehad. Hè? Ja. En dan, want ik slachtte lammeren en dan had je kop er ook bij. Ja. En dan lag ik zo'n kop in de etalage, in een toonbank neer, in het hoekje. Oh. En dan kwam er een jonge dame binnen. Ja. En die was binnen en die ziet die kop. Ja. En die, zo bij de deur. Wegwezen. Wel. Toen zei ik, wat is er aan de hand? Ja, dat kan niet meer. Nee. Dus toen waren we genezen. Je ziet ook geen tongen meer in het toonbank. Nee, geen nieren meer. Nee, want er is wel vraag naar. Maar we willen het niet meer zien. Uit de koelkast weg, uit de vriezer weg. Ja. Men wil het niet zien. Ja. Maar is dat nou, de jeugd vraagt die daar nog naar? Naar tong en dat soort dingen? Nee, die kent het ook niet. Hoe was het bij Dij en het Willem-Alexanderplein met die etalages? Kon dat in het begin nog wel? In het begin wel, toen ik er zat. Dat was in de 80, nou zeg maar in de 80er jaren dat ik daar zitten heb. En dan kost nog wel een etalage maken, maar dat etaleerde je dus luxe vlees of vleeswaren. En, maar wel allemaal opgemaakt vlees, maar niet. Maar er hing bij Dij ook niet meer een halve koe in de etalage. Mocht dat maar ook niet meer. Maar het was ongekoeld. Alles moet koelen. Het enige is wat nodig maakt, al die potjes met die pakjes met vet, gesmolten vet, nou, die smaken staan. En zuurzult in een pot. Vond ik ook altijd niet zo'n appetijtelijk gezicht. Rolpens. Ja, nou ja. Kijk, ik heb het nog gemaakt van echte pens. Ja. Koeienmaag. Zakjes naaien en in die zakjes. Daar kwam het vleesdeeg, om zo maar te zeggen. En zo werd het afgekookt. En zo verkocht je ook die plakken weer. En nou dan? Ja, nu heb je gewoon een papieren darm. Oh. Dat is niet aanstootgevend. Nee. Alleen dat vleeswaarde is hetzelfde gebleven. Ja, maar de verpakking. En, verpakking is anders. En de droge worst dan? Zit die niet meer in een darm? Een echte darm? Ja. Die wel? Ja. Ja, dat moet wel. Dat moet wel. Ja. Ja. Maar wij willen het niet zien als dat klaarmaakt wordt. Nou, jawel, mag je wel bij. Ja. Okay. Ja hoor, maar dan moet je van het begin af het proces zien. Ja. Je moet nooit halfweg een proces binnenstappen en zeggen van kijk, zo is het. Ja. Als je begint te kookworst maken of Gelderse worst, dan moet je ook zien hoe het vlees gedraaid wordt en spek gemalen wordt. En wat erbij komt aan kruiderijen. Ja. En dan zie je ook dat die boel gaat verkleuren. Ja. Dan kun je ook zeggen dat je met een bepaald nitrietzout werkt. Ik vind dit ook zo'n interiërende foto. Hé, Aad die houdt hier even een Groningse foto. Dus hij is in Groningen maakt. Even zien, jongen. De man keurig in het pak. Ja. En de dames keurig gestreken blouses aan. Hier zijn ze in Amsterdam. Een dagje. Amsterdam. Hij is in Groningen gemaakt, zei je. Ja, daar weet ik niet van verder. Nee. Dat komt van mijn vader. Welke chauffeur had je? Dat weet ik ook niet. Kijk, hier kan ik wel een hele hoop mensen kan ik hier wel van. Nou. Sir As. Auke Feitsma. Hoop maar niet te snel, want we waren allemaal regels geweest. Ja. Auke Feitsma. K.S. Dijkstra. Laverman. De Haan. Uit de... Laverman. Oosterstraat. Oh ja, zeg er even bij waar ze was. Herman de Haan. Laverman was ook Oosterstraat. Ja, maar... Deze zat in Azaliestraat. Ja. K.S. Dijkstra. Franekenstraat. Deze zat op Merelplein. Oosterstraat, ja. De Haan. Nou, ik zie het tussen even. De bril moet er even weer op. Ja, dan moet eerst de bril even. Nou, staan ze wat verder af. Nou, hij is me niet voor niks meer dan. Ja. Nee, die man ken ik ook niet. En dan krijgen we die hele grote slagen. Nou, Bilsma, Lekkum. Ja. Dit was Hempel van het Vliet. Nou. Berend Gerritsen, Sint-Jacobstraat. Ja. Berend Bakker. Die vader. Mijn vader. Herman Laverman. Oosterstraat. Staalstra. Waar zat hij? In de Breedstraat. En die zat toen nog op daar bij Kammingerstraat. Bij Cambuur zat hij. Hier heb je Piet Hammersma. Die was toen nog voorzitter van de vereniging. Dit is ook een De Haan. Ook uit de... Slagerswereld. Maar er is er al heel wat noemd. Ik ze allemaal rustig bekijken. Nee, deze foto die moet even afgedrukt worden. Het valt mij op, er zit geen één uit Huizen bij. Ja, die Hammersma, die is uit Huizen weg. En er zit, ik denk dat die vooraan, die wat ik krijg, die weet ik niet, dat FD uit Huizen is. Maar hadden die Huizen niet een eigen organisatie? Ja.
Nee, heel vroeger misschien even, maar die zijn heel snel bij Leeuwarden gekomen. Oh, dat is niet, daar is niks van bijzonder. Met de school is dat ook, heeft het ook heel lang gebeurd. Nee, dat was direct is dat één geworden. Ja, nou, verstandig. Dus, nou, en daar is nog wel wat moois op te houden, Aad. Dat is een beurs of zo? Of ja, dit is van hetzelfde, van deze, van de Frieslandhal. Ja. Ja. Daar hadden wij toen als slager de opening van. Dus in 82 was dit? In 82. En dan hadden we aan de ene kant een grote toonbank met allemaal worsten erin en nou, je ziet wel vlees is kracht en allemaal activiteiten eromheen. Ja, vlees is kracht, het lijkt wel iets van Johannes de Heer. Maar... Nou, daar staat dus mijn vrouw op. Ah. Dit is een oom van mij, Jelle Bakker, die had ook een slagerij, die gaat in Laringstraat. En daarachter staat... Wiepie Kamminga, zijn voorganger. En knappe kleedjes over het lam heen. Ja, dat was echt een super stand aan de ene kant. Ja. En aan de andere kant hadden wij met het bedrijfschap... had die daar een bak en bra demonstratie. En daarbij verkochten wij dan s'avonds, werden door collega's... halve varkens uitgebeend... En die gingen per draaiend rad, werden die verkocht. Oh. Voor een Reesdaalder, een bonnetje. En als wij weer 100 bonnen verkocht hadden, dan gingen we draaien. En dan kregen we een tas met vlees van 3-4 kilo soms. Of zat nog eens een tassen met 3 kilo worsten erin. Ja. Wij moesten alles kwijt, die droge worst op een gegeven moment. En ja. Alles ging over draaiend rad. Ja. En er zat een podium van ongeveer 125 man... En dat zat elke avond, elke show, zal ik maar zeggen, duurde een half uur, drie kwartier. En dan nieuwe voorraad erop. En dat ging tot 22:00 door. Nou, dan hebben we als collega's, daar hebben wij ook als collega's een team gevormd. Iedereen moest die stand bemannen, de oudslagers moesten daar staan. De vrouwen van iedereen moesten staan. Ja, dus hebben de vrouwen geweldig contact gemaakt, maar ook de collega's. En daar is de vereniging heel sterk geworden. Ja, ik klop je dus even af, want dat is voor leuk hamerke. Ja, dat is de eerste hamer van de Friese slachtersvereniging van Friesland, van Leeuwarden. Van 1917 tot 1927. Nou, dat is nooit. En toen zijn die ook geïntegreerd in de nieuwe Leeuwarden slagersvereniging. Dat is natuurlijk Ebbenhout wezen. Nou ja, ook te gebruiken als verdovingshamertje. Juist. Ja, voor die koeien. Voor die koeien. Als een varkentje mee verdoofd. Maar wij hebben zelf verder daar niks over. Dus. Ja. Nee, maar het is wel leuk hamertje. Vooral dat plaatje. Ja, daarom. Hè? Die is hartstikke mooi. Bart, hij staat nou ook wel eens in die winkel gehad, dat. Dat maak ik niet meer zelf, dat ga ik inkopen. Nou, dat zijn vooral kleine artikelen die je dus, wat je dus niet veel verkocht. Maar waar, nou ja, bij wijze van spreken. Eigen bewust, hij is toch altijd in droge bewust zelf maakt? De grote hoeveelheden wel. Ja. Maar dus zeg maar een artikeltje als een zure zultje, bij wijze van spreken, waar je misschien één stukje van in een week verkoopt. Ja. Nou, dat op een gegeven moment zei ik van, nou koop ik dat maar bij. Dan maak ik dat maar niet meer. Ja. Maar nam dat ook toe, hand over hand, dat inkopen? Nou ja, naarmate je dus dat het te werkzaam was en het te weinig opbracht, dan werd dat soort dingen werd meestal afstoten. Een beetje economisch bedenken. Ja. Maar de smaak, daar weet Klaas ook alles van, de smaak van de mensen is ook veranderd natuurlijk. Ja, hè? Ja. 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 Dus dingen dat jou... Ja. Het moet ook allemaal vlug klaar tegenwoordig. Ja. Het mag niet vet wezen. Nee, het mag niet zout wezen. Nee. Dus wij moeten ons kalleman ook aanpassen. En dat echte lekkere draadjesvlees van vroeger. Als het uren had staan te sudderen. Nou, dat is er nog wel. Dat is er nog wel. Zijn er wel wezen. Alleen men kan het... De consument van tegenwoordig kan het bijna niet meer klaarmaken. Nee. Ondanks al die kookprogramma's op televisie. Ja. Dat kost allemaal te veel tijd. Dus doen we niet meer. Nee. Maar wat je hem net zei, hè? Als ik nou vroeger zeg maar, voor de oorlog ons ham kocht, en waar die ham door de slager zelf maakte, of waar die toekomst zelf kocht? Voor de oorlog? Ja. Ja, was je boter en worst? Zelf gemaakt. Zelf gemaakt. Maar er is ook een periode geweest dat er heel veel blikboter en worst verkocht is. Ja.
Want, ja, die grote lange blik. Ja, van Unox. Van halve meter. Unox en Dengerink en zo, ja. Zit er nog in. Maar in dat hebben wij nooit verkocht. Dus dat, nee. dat lag ook aan de zaak wat je had. Je verkocht geen boterham dus? Jawel, ons eigen. Ja, juist. Ja. Maar dus, ik herinner me nog wel dat zo'n slager, die had dan zijn blik. En dat is een enorme blikopener. Dus ja. Even opendraaien. Ja. Ja. En dat ding eruit schudden. En dat kwam bij Zwanenberg vandaan. Of, Unox. Denk aan een, ja, je had ook een heleboel van die worstenfabrieken daartussen bij Olst en Weijen. Olst en Weijen, ja, zeker. Je had ook een heel goed... Maar die zijn allemaal opgekocht door Unix. Unix heeft het allemaal, die kleintjes opgekocht. Ook jammer dat al dat soort mooie merkjes, dat allemaal... En wie weet nog van Zendijk rookworst bijvoorbeeld. Ja, Zendijk, ja. Nou, Akrum Vleeswaren. He, Akrum heeft ook een slachterij geweest, ook een nuchtere kalf. Die hebben heel lang toch duizenden nuchtere kalven geslacht. Ja. Maar ja, toen werd het loon om die kalven te mesten. Het was het over. Ja, is het dus over. Akrum is ter ziele. Maar jongens, dus, jouw branche is niet de enige waar dat gebeurd is. Kijk eens in de zuivel, wat had je daar niet voor aparte merken allemaal vroeger? Ja. Maar hier, ze binnen nog. En ja, binnen niet veel meer. Maar hier staat dus, deze foto is niet oud. Nee, die is van het 80-jarige. 80-jarige bestaan. Oh, 10 jaar geleden. 10 jaar terug. Toen dacht je, maar we halen de 100 wel. En echt? Nee. Vleeshouwerij. Dit is in de... Waar is dit? Museumwinkeltje. Museumwinkeltje. Daarnaast in de Nieuwe Steeg. En daar heeft vroeger de slagerijen gezeten. Heel vroeger. Oh, naast het winkeltje. Ja. Naast het winkeltje. Mm. En dat hoorden wij. En toen zeiden we, nou, we bestaan 80 jaar. We gaan nog één keer op een nostalgische tour. Ja. De oude slagers daar wat in. Hè? Dus zoals Bart en ik. En nou ja, er zitten meer van hier. Grieze kapjes tussen mij en Rinsma. Maar ook wel jongeren, hoor. Jawel, maar die staat er ook op. Die hebben niet gestaan daar. Wij hebben die winkel bemand. Hebben het niet, zei je niet. Wij hebben daar staan vet weg te geven. Gezouten bargepoten, om zo maar echt van vroeger. Ja, ja. En daar hebben we dus toch wel heel... Ja, ik heb er hele leuke middag aan beleefd. Mm. Met oudere mensen. Hè, die komt er niet. De ouderen komen daar. Dus dat was het laatste grote wapenfeit wat wij als vereniging hebben. Het is net als in de kerk, Klaas. Ja, dat wordt ook allemaal moeilijk. Ja. De laatste doet de deur dicht, no? Ja, nog niet. Er blijft ook altijd een kerk over, dus er blijft er ook een slager over. Nou, leidt daar ook nog wel wat. Komt dat uit het kleine krantje of zo? Ja. Dus zien uit is een oude vakopleiding of zo. Ja, dit is een vakopleiding in Leeuwarden. 1928? Ja. Ja. Hier zitten al wel collega's bij, maar die kent niemand meer. Waar is dit nomen? In welk gebouw is dit? Nou, ik denk bij Amicitia in die wereld. Oh. Daar zaten ze heel veel aan. Maar dat weet ik niet. Nee. Dat kan dit liep meer een schoollokaal, jongen, hoor. Ergens op de ambachtschool of weet ik waar. Nou, maar ergens in een slagerij misschien wel. Nou, ik denk het niet. Maar hadden jou dan, we hadden een bakkersvakschool. Hadden je ook een slagersvakschool? Jazeker, we hebben jaren. Maar is dat dan... Als je niet met had. In principe leerde je dus... Vakbladje. Er was nog even wat u... Ja, dat zal Dirk Luxe wel leuk vinden als je dat ziet. Hou het onder de tafel. Wat is hier heel leuk aan, Klaas? Nou, dat is de opening van de slagersvakschool hier in Leeuwarden. Dus je gaat nog even verder in... Door een connoisseur, door een kenner. Ja, zeker. Wiegel. Wiegel. De Wiegel. En ja, was onze grote vriend, hè? Die had vroeger maar volgens mij een slager in E altijd waar die heen ging. Ja. Normaal knipt hij een lindeur, maar hier knipt hij... Worstloos. Hier werd de vakschool weer heropend. Ja. Die zou ter ziele gaan. Toen hebben wij als Leeuwarden slagers daar ook hard voor gemaakt. We hebben heel veel geld ingezameld daarvoor. Want het heette, we kregen wel een lokaal. Ja. Maar geen machines. Oh. Dus hetzelfde van, daar kan je niks. Dus daar hebben wij gezorgd dat er haakmachines kwamen. Ik wil nog even dat opzoeken, want daar staat nog iets. Er is een rokerij ingekomen, er is een cuter ingekomen. Ja. En al dat spul is aangeschaft met sponsorgeld van Brada. Alle grossiers hebben daar aan mee betaald. Nou, even omhoog houden, want het is, wij krijgen met z'n zenuwachtige centjes van achter de tafel. We moeten weer aan de muziek. Ja. Waar is dit? Dat is, dit is in India. Bij die aan de buurt. Troostraat of zo is dat. Cornelis Troostraat. Ja, en die LTS daar. Daar was het. Ja. Goed. Nou, luisteraars. Nou, maar daarvoor weten zaten we altijd op slachthuis. Daar hebben wij de opleiding gehad. Jongens, het is wat meer een heel genoegen. Fijn.
We hebben niet alles uitbeend, om maar even een slag te stellen. Nee, er is nog meer hoor. Wat een leuk ruggetje. Ja. Maar ja, wij vinden het toch wel jammer dat die laatste 10 jaar er niet even bij komen. Nee. Ja. Maar ja, ja. Klaas zit hier nog, die wil met de caravan naar Noorwegen. Nou, en, ik heb hem nog niet hoor, dat gaat er niet om. Nee, maar ja, daar moet wel een plooi voor wezen. Het moet ook zinvol wezen. Ah, ze hebben ook gevraagd, die jongens, van ga maar door. Ik zeg, maar wat moeten wij dan doen voor jullie? Ja, we willen doen, ja. En dat, dan krijg je, dan dat, houdt alles op. Houdt alles op. En alles komt net behalve een stuk worst, zeiden ze vroeger altijd. Oh ja, ook wel. Hij moet doorreden wel hoor. Oh ja, nou. Het ook. Ja. Mooi. Jongens, nogmaals bedankt voor je komst. Ja. Wij gaan eruit met een stukje muziek van Gurbe Douwstra. Ja. De Cliffs heet dat. Kiekers, luisteraars, bedankt dat je me even hier naar keken hebben. Een fijn weekend toewenst. En, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Oké. Dank je wel. Een verhaal uit een film. Hij is stoer en loer, zij leeft en stil. Marveloos afreelde de hier op door. En werd zie ik weer enkel de voor elko. Neem niet mij, ik neem niet mij, ze zei tje in haar. Nee, dat land van mijn dromen, ik lid hij geen dag. En ik doof is betjoenen, voor als de hulp wist. Als toest is op de high cliffs of moor in de mist. In dat land het lied klinkt uit elk hoes en kroeg, waarvan jongers en dichters verhuilen. Het lippen vaak kalm is, de zee altijd droeg. Eerst de dus bestal komst ik van vier. Haar een takomst wie een makker, ze hier een plan bij het zoot. Mij hem wil ik lipje, mij harver ik al. En op St. Patrick's Day had een orde pastoor. Had een trouw in de Rijn, bij de high cliffs of moor. In het land het lied klinkt uit elk hoes en kroeg, van jongers en dichters verhuilen.